نحن الشهداء سوف نفجر الأوروبيين النازيسيونيين من فراشهم مباشرة إلى جهنم. أطفالهم سيصبحون رمادا أسودا، وللذين سيعيشون بعد هذا نقول إن الخوف سوف يخنقكم ولن ترى عيونكم راحة أبدا طالما كان العدو الأمريكاني الصهيوني ينشر سمومه في علمنا. النصر لنا، النصر لنا، النصر لنا. Opzouten jij, hè? Dit handel ik verder wel af. Hé? Maak je maar één keer je leven mee, kom op. Ben je zeker? Ja. Dank je wel. We starten, hè? Elf. أين هذه ابتسامة الشهيد؟ أرني فرحة أهل الجنة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، أهلا وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهم لا يحيطون بشيء من علمه. واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الى اللقاء في الجنه ان شاء الله. مع السلامه. انا لله وانا اليه راجعون. سماء المخيم عابسة، أحلامه مكتوبة على كل جدار. قول المدينة الهول بلعبة الموت قرب الشعار. حكايات النهار نعرفهم في نشرة المساء،
ويقود العناوين للحرب ويرحلون بعيدا ويرحلون بعيدا في زحمة ولا أحد يعلم لا أحد يعلم لا أحد يعلم لا أحد يعلم لا أحد يعلم ولا Ja? Leila. Leila. Khalid. Leila. Khalid. Khalid, انت وين؟ انا في باريس. أنا لا أستطيع القيام بهذه العملية. Moeder heeft niet geleden. Zestien jaar bij de recherche, waarvan zes jaar bij mensensmokkel. Je moeder is Nederlands, je vader Libanees, je spreekt Arabisch. Met een accent. Maar toch Arabisch, je kent de Koran, bezoekt geen foute moskeeën. Ook geen goeie. We zitten te springen om mensen zoals jij. We? Wie zijn we? IVD? Mossad? CIA? We staan niet in telefoonboek. We zijn alleen aan de minister uitleg verschuldigd. Ik heb wel eens een snor opgeplakt en ik luister ook wel eens een telefoontje over, maar hier begin ik niet aan. Hidde, was het toch? Ja. Een genoegen. Walter, was het toch? Die zelfmoordbom in Parijs. We weten wie het zijn.
jullie weten wie het zijn? Nou, niet helemaal. Maar we zijn de verantwoordelijke cel op het spoor. Een zekere Mokhtar Mitwali heeft de leiding. Ze opereren vanuit verschillende landen, maar ook vanuit Nederland. Een paar vermoedelijke leden houden we al een tijdje in de gaten. Dus jullie hadden Parijs kunnen voorkomen? De exacte locatie is pas op het allerlaatste moment bekend. Parijs lag niet zo voor de hand. Maakt het allemaal zo lastig. Maar jullie hadden Parijs dus wel kunnen voorkomen. Wij zijn hier niet in Amerika. Wij moeten met keiharde bewijzen komen. En dan staan ze zo weer op straat, zoals je weet. Bewijzen van binnenuit. Wat voor koekje ga je maken? Oma. Een oma-koekje. Deze. Of één? Ik ga voor opa maken. Voor opa? Hebben we ook een opa? Ja. Ja, deze. Ja. Gaat het een beetje? Mm-hmm. Een afstandsbediening. Ja, ik ga wel even kijken. Ja. Wat willen jullie dat ik doe? Hetzelfde wat je nu doet. Alleen je rapporteert ook aan ons. Eerst aan ons. Waarover? Dat reisbureau dat jullie in de peiling hebben. Topsol? Dat is een dekmantel voor mensensmokkel. Er zit veel meer achter. Geen woord tegen je collega's, wat er ook gebeurt. Hey, kijk eens aan. Kevin heeft een motor gekregen. Oh. Laat hem daar neer, jongen. Help je af. Of op slot zitten. Kan hij nog sneller het reisgeld ophalen. Wat doet zo'n gast nou in zo'n bruine club, hè? Ja, wat hem in een witte club niet lukt. Kijk, daar hebben we Alicia. Oh, ja. Oh, auw, auw, auw. Jezus. Godverdomme. Wat een klootzak, zeg. Moet je kijken. Jezus. Au. Hufte. Zo. Mm-hmm. Niet mooi. Een bonje met Kevin. En dan wil ze misschien gaan praten. Oh, maar Haron wil haar loslippigheid wel testen, hoor. Huh? Ik niet, nee. Ik val op kaasmeisjes. Oh, ik dacht dat jullie er twee mochten of meer. Zak. Ja, nou, ga dan maar even checken. Hm? Ja, gaan we even checken, hè? Ja. Ja. Tikkie, dan gaat u wel weer even mee. Mooie meid, zeg. Marokkaan. Wel lastig ook, of niet? Je moet toch eerst trouwen? Nou, valt wel mee, hoor. Maar we gaan wel trouwen, in Canada. In Canada? Ik ga mijn eigen bedrijfje opzetten. Een goed plan.
that's right. And yeah, I want to get in the car. That's crazy. No. لقد سفوه الملائكة للفردوس. الفردوس الفردوس. سفوه الملائكة إلى الفردوس. آه سفوه الملائكة إلى 72 حورية. هل تتصورين هذا المشهد؟ خالد مع 72 حورية. كيف تزرعين بالكلام عليه؟ بعد أن ضحى بنفسه فداء الوطن العزيز. وكما فعل بابا وكما فعل حسن وكما سنفعل نحن إن شاء الله. ليه؟ خالد لم يكن خائف، خالد كان طول عمره صامت. لابد كان خائف من كل الخوف، مرعوبا مرعوبا، هل تعرفين الرعب؟ لا تعطي لشكي مكانا، تذكري الله. الله الله الله، لا تصديني من الله يريد لنا هذا. استغفر الله العظيم وكل دم العظيم. عليشة، هل تتذكرين هذا المشهد؟ الخنازير الصهاينة اليهود هم يكسر عظم بابا بالحجارة. إني أسمع هذا الصوت، صوت الحجارة وهي تكسر عظم بابا كل ليلة. ليلى 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 تعالي معايا. كل ليلة نفس المشهد من جديد. ليلى ليلى أرجوكي أرجوكي لابد أن تأتي معايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليلى 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 نادي مفاجأة، مفاجأة سأدفعها ثمنا لحريتها. وما هي تلك المفاجأة؟ مفاجأة في غاية الأهمية. وما هي؟ ما هي تلك المفاجأة؟ مفاجأة. ويكون موتك هباء. طريقنا هو المخرج الوحيد. ليلى أوكتابي يتخازة بدل باية نيرلاند net als Alicia. Ze studeert politicologie onder de naam Hanna Nassen. Dat het zussen zijn is nieuw. We hebben ze nog nooit eerder samen gezien. De een werkt, de ander studeert. Verschillende achternamen, perfecte slapende cellen. Alicia wil er dus uit. Ze wil weg. Onmogelijk. Nou, ze wil naar Canada met die jongen van de garage. Die meiden die worden gecontroleerd, geïndoctrineerd. Ze hebben geen eigen papieren. Ze kan nooit zomaar weg. Maar ze zegt dat ze iets heeft. Wat kan ze dan hebben? Nee, zegt ze, Laila, ik heb iets. Iets waarmee we onze vrijheid kunnen kopen. Wat dan? Wat heb je dan? Iets heel belangrijks. Wat dan? Wat is dat dan? Nee, dan zegt ze niks meer. Maar het lijkt erop dat Alicia Laila niet meer vertrouwt. Dus geen nieuws van Alicia? Dat is jammer. Maar dat maakt niet uit. We hebben genoeg bewijs om Kevin te linken aan die twee transporten. Nou, wacht even. Ik kan nog proberen om via dat vriendje contact met haar te leggen. Die jongen uit de garage. Nee, joh, ze praat ze ook wel. Zoals ze door die gast behandeld wordt, dan zit er aan het hier. Nou, ik wil het graag proberen. Nee, nee, nee. Frans heeft gelijk. Je kan ook te veel willen. Ja. En bovendien, als Kevin achterdochtig wordt, dan zijn we hem kwijt. Niet langer wachten. Ze gaan ingrijpen. Ik kan niet tegenhouden. Drie maanden waren naar de kloten. Wat is dit? Wie heeft ze getipt? Wie? Stel ik amateurs. Well, it's most probably the key to paradise. We found it in your mother's head, along with some nuts and bolts. Is van de moordenaar geweest.
Khalid Al-Qatawi, broertje van Leila en Alicia. Ze had ook nog een oudere broer. Die heeft 6 jaar geleden een aanslag gepleegd op een zwembad vol Joodse kinderen. Wie zijn dat? Collega's. Ga naar Alicia voor het te laat is. Hallo? Hallo? Alicia en Leila, Leila. Tosli bi. Ana missa Leila. Naar binnen.
Waar is ze? Ik weet niet. Ik had die met haar afgesproken. Waar is ze? Wat hebben jullie met haar gedaan? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben een vriend van Alice. Vrienden liggen niet onder het bed. Politie. Politie? Ja, recherche. Ik doe een onderzoek naar mensensmokkel. En waar is je legitimatie? Die heb ik even niet bij me. En wanneer heb je haar dan voor het laatst gezien? Bij de vriend. De jongen van de garage. Ja, als ze hier niet is, dan zal ze wel bij hem zijn. Of ze zijn al naar Canada. Waar? Waar? In Canada? Ik weet waar ze is. Oh, ik weet niet zeker, maar ik kan je daar naartoe brengen. Het is niet ver. Als ze hier niet is, is ze bij hem. Ze wou weg met hem. Ze is zwanger, hè? Ik breng je. Goed. Goedemiddag. Ja. Is Peter in de buurt? Hij is net ontslagen. Ontslagen? Hij en zijn vriendin hadden opeens ontzettende haast om op vakantie te gaan. Waarheen? Calais. Calais? Die heeft dus hier dan niet meer te komen, hè? Rijden. Waar wou je heen? Calais. Calais? Wat wou je daar doen? Waar wou je gaan zoeken? Rijden. Ze gaan me missen. Ik kan niet om. Hier, neem jij de auto. Rijden. Oké. Met Dora. Dag lievertje, met papa. Is mama daar ook? Nee, die is nou om koor. Wil je tegen mama zeggen als je er ziet dat papa moet doorwerken vannacht? De hele nacht? Ja, de hele nacht moet papa werken. De hele nacht, ja. Wil je dat zeggen als je er ziet? Ja. Lief. Dan zie ik je morgen, ja? Ja, doei. Oké, dag. Kennen jullie elkaar al lang, Alicia en jij? Nee. Zijn jullie collega's? Familie? Of ben jij hier ook illegaal? Nee, dat ga jij mij natuurlijk niet aan mijn neus halen. Dus we gaan naar Calais. Ze wilden dus naar Engeland. Zonder papieren. En dan door naar Canada. Voor ons hoeft ze niet te vluchten, hè? Wie bedreigt haar? Is dat Kevin? Ken jij Kevin? Kop dicht! Thank you.
ergens inhalen. Was het Kevin of was het Mokhtar? Kevin? Mokhtar? Kevin? Je hebt haar gewoon verraden. Je eigen zus. Ik heb haar niet verraden. Je wist niet eens dat ze zwanger was. Ze is zo gaan bedreigen. Met wat? Met wat? Met wat? Wie ben jij? Mossad? CIA? IVD? Erg. Mijn moeder was in Parijs en ik heb haar teruggekregen in 2 plastic zakken. Met de fucking sleutel van het paradijs in de voorhoofd. Wanneer? Dat weet ik niet precies, maar ik denk heel gauw. Voor een aanslag? Een aanslag? Ja. En hoe? Hoe? Smartbomb. Ik ben een smartbomb en kom naar mij toe. Als je mij doodschiet, ben je Mokhtar kwijt. Zoiets wil je op je 14e. Ja. Daar droom jij van. Moeders die de rest van hun kinderen op moeten rapen. Soms. Soms. Mensen die je ziet lachen vlak voordat ze doodgaan. Alleen weten ze nog niet. Dat jij mag bepalen, ja, die wel, die niet. Die mag doorlopen, die gaat er. Hoe voelt dat? Ze maken je gek. Eerst dwingen de Joden je te kijken hoe ze met stenen de botten van je vader breken. Ja, wat had hij gedaan dan? Zijn kinderen in bescherming genomen. Ja. We hadden met stenen gegooid. 2 dagen later was mijn vader dood. Zonder iets te zeggen is Hassan op een dag naar een van de Joodse nederzettingen in de buurt gelopen.
Die heeft zichzelf in een druk zwembad opgeblazen. Tussen de zwemmende kindertjes. Heb je de lijkjes ook rond zien drijven? Je bent de enige die iets te verliezen heeft. Dodental komt daarmee op 9. Er zijn nog 3 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De identiteit van de man en de vrouw in de cabrio is nog niet prijsgegeven. Het gaat hier om een aanslag van een omvang zoals we hier in Nederland nog niet eerder gezien hebben. Onderzoek moet uitsluitsel geven of het gaat om een criminele aanslag. Police investigators have identified Alicia. Oh. She was pregnant, for Christ's sake. Seems she gave her real ID in the hospital for some genetic test. Unbelievable. Waarom is erkend op de plaats delict? Waarom? Beelden van de beveiligingscamera's boven de weg krijg ik net vertrouwelijk door. Nummerbord van Aron's auto, zijn kop, alles luid en duidelijk. Wat? Laila! Forget it, Walter. Aron is going to be investigated. We don't know the man. But we need him. He can give us... We do not know the man. Let him go. Walter, wat is er aan de hand? Waarom neem je niet op? Bel me terug. Ik wacht. En ik ben niet alleen. Wat wil jij eigenlijk? Hetzelfde als wat jij wil. Wraak. Walter, dit is Aron. Waarom neem je niet op? Bel me gewoon terug. Ik word gek. Voor wie werk je nou echt? Ik ben op ziekenbezoek. Je hebt geen keus, Aron. Je moet me wel vertrouwen. Ik bel je wel als het over is. Dat je de hele nacht moest doorwerken. Ja, papi zei dat je de hele nacht door moest werken. Heb ik dat gezegd? Ja. Ik zei toch de hele avond? Nee, ik zei de hele nacht. Oh, nou ja, ik bedoelde de hele avond. Hoewel steeds meer mensen denken dat er terroristische motieven in het spel zijn, meldt CNN zojuist dat het hier gaat om een criminele afrekening en dat er van terrorisme... Vanaf december... Hé. En hij doet totaal niks. Een beetje heftig voor de meisjes. Ik ben teruggegaan. Ik zal even kijken wat jij hebt getekend. Ze hebben ernaar gekeken. Ja, we geven een antwoord. Is mama? Binnen een paar uur hopen we wat meer antwoorden te hebben.
Dus je bent niet in Alicia's huis geweest? Nee. Ik ben er nog even omheen gelopen. Ik heb aan de achterkant ook nog gekeken, maar de buurvrouw was me te nieuwsgierig. En van haar huis ben je waarheen gegaan? Naar de garage waar Peter werkte. Alleen? Nee. Ik trof bij het huis van Alicia een vriendin van haar. Die zocht haar ook. Die heb ik een lift gegeven. Nou? Aisha? Nee. Sita? Nou ja. Stom. Aisha? Ik weet niet. We zijn nog even achter die cabrio aangereden, omdat die monteur zei dat ze echt net vertrokken waren, maar... Nou ja, op een gegeven moment zijn we omgekeerd en heb ik haar afgezet. Waar? Bij de parkeerplaats van het Flevo ziekenhuis. Hoe laat was dat? Nou, laat is het bezoekuur. Dat tegen de avond? Ja. En de uren ertussen? Gewoonte of zo. Maar het was een behoorlijk mooie meid en zij wilde niks liever. Je bedoelt dat je... Ja. Hey. Dat was allemaal weten. Ja. Dingen die ik Lydie liever niet vertel. Hoezo? Wat heb je gedaan dan? Ja. Ik heb vriendinnen van Alicia heb ik een lift gegeven. Een vriendin een lift? Ja. Een lift? Shh. Uit thuis? Nee. Achterbank. Waar ergens? Ja, of in een bos. Oh, oké. Okay. Nee, want ze gaan alle bewakingscamera's naar. Dat hoor ik net van buiten. Ja. Alicia die schijnt valse verblijfspapieren te hebben gehad via een corrupte knakker van de Nederlandse ambassade in Ankara. Maar in een bos zullen ze niet snel een pornoclip van je gedraaid hebben. Jezus, man, shit. Kaasmeisjes, hè? Ja, kaasmeisjes, ja. Ja. Wat is het voor flauwekul? Waarom nemen we niet op? Ik heb je nodig, ik zit in de shit. Ik moet je spreken, nu. Ik ben op ziekenbezoek.
Hallo. Hoe vind je vader vandaag? Die wond die wil niet helen, hè? Nee. Hij heeft erg last van fantoompijn. Daar doe je niks aan met pijnstillers. Weet je, soms vraag ik me wel eens af of hij nog wel echt wil. BZ belt net. U landt om 17:30 en dan wordt u naar een safe house gebracht. Dankjewel, Frits. Details staan in een e-mail. Ik zou er even naar kijken als ik u was. Frits. Zullen we? Yalla, yalla. Wat is er aan de hand? Er is iets, hè? Johan. Hij belt altijd. Het was een uur voor de aanslag op die cabrio. Toen belde uw man u op. Waarom was dat? Hij kwam iets later thuis. Heeft u ook gezegd waarom? Mijn dochter nam op. Hij zei echt dat hij de hele nacht door moest werken. Kwam hij opeens thuis en toen zei hij de hele avond. Het wordt wel eens vaker laat. Nachtwerk. Nee, dat heeft Dora verkeerd verstaan. Niet, hij zei echt de hele nacht. Nou, ga maar even naar boven, ga je maar even op. Is jullie papa vaak weg? Iedere avond. Iedere avond? Ja, naar opa. Dat is ook niet gezellig.
Is hij 's nachts ook wel eens weg? Nee. Weet je dat zeker? Nee. Die vrouw met wie uw man eergisteren in het ziekenhuis was, is dat familie van hem? Vrouw? Hij is meermalen met die vrouw gezien op verschillende plekken. Het is, hier is een van de plaatsen waar ze samen zijn gezien. En gefilmd met een bewakingscamera. Is voor zijn werk? Nee. Maar was er niet voor zijn werk? Niemand wist ervan, zijn chef niet, zijn collega's niet. Ook achteraf heeft hij er niets over gezegd. Voor de uren dat hij afwezig was, gaf hij als verklaring dat hij in een bos intieme betrekkingen onderhield met die vrouw. Goedenavond. Hé, hey Cor. Sorry dat ik zo laat nog... zo vroeg eigenlijk... Heb je het gezien? Hè? Hij is dood. En dat vrouwtje van hem. Onder het bloed. Wat? Is er weer ergens een... Die hersens. Die vlogen over dat roze mantelpakje. Oh, ja. Ja. En ze klom zo op die auto, zo met de knie. Kennedy, hè? John Fitzgerald. Heb jij al gegeten? Cor, mag ik heel even... Ja, jongen. Doe me of je thuis bent. Goed. Volgens mij is dit geen goed idee. Hoe leg ik het uit aan mijn vriendin? Nou, niet. Zorg dat ze hier niet komen. En dat? Ik studeer, Dries. En ik besef dat jij het allemaal een beetje inhoudt. Beelden die via Elvira die zeer via het internet. Ik studeer. Mijn gewijze kut. Hey! Hey, hey, check dat! Dus ga ik nu over naar Ankara, waar Debbie Barmedam de plaats heeft. Buitenlandse zaken is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar. Maar aangenomen wordt dat de ambassadeur op weg was naar Nederland... in verband met een onderzoek naar onregelmatigheden op zijn ambassade bij het verstrekken van visa. En wat de zaak extra pikant maakt, is dat deze bom... waarschijnlijk in verband kan worden gebracht met de aanslag op de cabrio in Nederland eergisteren. Waarbij 9 doden en 11 gewonden vielen. De Palestijnse vrouw, om wie het toen waarschijnlijk ging, verbleef vermoedelijk illegaal in Nederland. Op papieren verstrekt door diezelfde ambassade. Totdat Mochter er is, ga jij niet naar de universiteit. Mochter? Wanneer komt die?
beetje respect dan. Dat is gewoon een lieve kleine zusje achterna. Eén telefoontje naar Mochtar. Bent u? Bent u? Zoekt u iemand? Ja, ik zoek Hanna Nasser. Ik heb haar vandaag nog niet gezien. Als je er ziet, wil je dan tegen haar zeggen dat ze mij zo snel mogelijk moet bellen? Ja, tuurlijk. Dit is mijn nummer. Komt goed. Fijn. Dag. Doei. Dag. Schrijven de omgekomen ambassadeur als een aimabele, maar zwakke man. Hij wist een voorliefde voor minderjarige meisjes weliswaar tegenover de buitenwereld te verbergen. Maar kon toch niet voorkomen dat bepaalde groeperingen er lucht van kregen. De vraag is nu door wie hij gechanteerd is en wie er momenteel in Nederland met valse papieren rondloopt. Het is niet uitgesloten dat dat ook terroristen zijn. Dat zal onderzoek allemaal moeten uitwijzen als er tenminste genoeg bewijsmateriaal te vinden is. Er is inmiddels ook een Nederlandse rechercheur verdacht van betrokkenheid bij deze mensensmokkelaffaire. Haron N. van Arabische Komaf. Hij werkte zelf bij de dienst mensensmokkel en observeerde het. En is voortvluchtig. Divided by the Red Sea, etc. So in the tourist resorts, the security has always been there, but then unpredictability of terrorism and its like always suggests that there are always going to be bomb attacks somewhere which are going to seem to the security and call them. Laila! Laila! Hey! Ben je doof of zo? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Een klerenzo is het. Maar ja, ze komen steeds binnen en dan klimmen ze naar boven. Maar hij komt nooit meer zo. Nee. Zo. Zo doet hij het wel weer even. Ah. Heb jij al iets gegeten? Ik heb Hafid gesproken. Hafid? Hmm? Is hij er al?
Jij gaat niet meer terug naar de universiteit. Ik kan toch niet zomaar wegblijven? Dat valt op en dan gaan ze me zoeken. Verzin iets. Dries. أريد أن أخبرك بالشيء. لا تنظر إليه حتى لا يلاحظ. خدامك الهولندي اغتصبني صباح اليوم. معلوم. شوفي شنو لابسه. لود عليك أن تحميني من هذا الكلب الهولندي. علي شيء كان يتحمل منه. هو يتصل كثير بالتليفون. واليوم سمعته يكرر كلمة البوليس كذا مرة. تقطع لي هذا الدرك مع أخويا. Zou ik zeggen, het is niet. Ik heb een paar dingen gedaan voor de geheime dienst. En ik krijg nu eventjes geen contact meer met ze. Dat is het. Maar dat kun je dan toch gewoon gaan uitleggen? Ja, nou nee, want dan zeggen ze dat ze me niet kennen. Nee, ja, ik ben gefilmd met een terroriste. En ik heb gelogen tegen de recherche. Heb je een verhouding met haar? Nee. Dat heb ik alleen maar gezegd. Nee, ze had mij ontvoerd. En toen had ik haar ontvoerd. En kijk, zij wil nu getuigen tegen haar organisatie. Dus als ik haar terugvind, dan kan ik mezelf met haar rehabiliteren. Snap je? Dat is absurd. Je kunt je gewoon gaan aangeven en zeggen wat er gebeurd is. Nee, dat kan niet. Hoezo niet? Je bent gewoon een Nederlander. Met rechtsbescherming, met rechten. Ik heet Nasrallah en ze zien mij nu als een terrorist. En dan mogen ze alles. Ze mogen me ontvoeren. Ze mogen me in een Egyptische gevangenis martelen als ze willen. Ze mogen me in Cuba in een hok stoppen. Nou, dit is de eerste fundamentalistische wereldoorlog, Lidie. Daar zitten we middenin. Heeft het met je moeder te maken? Nee, dit heeft niet met mijn moeder te maken. Dit heeft geen flikker met mijn moeder te maken. Ik heb geen trauma. Geloof me nou, Lidie, alsjeblieft. Geloof me. Hey. Waar zit je? Bij familie. Ik moet even een paar weken weg. Mijn moeder is ernstig ziek. Gaat voor. Wat? Kanker. Oh. Wil je dat melden? Want ik heb het een beetje te druk met alles. Ja, tuurlijk. Nou, veel sterkte. Oké, doeg. Oh, trouwens, er was hier nog een man. En je moet hem terugbellen. Het is dringend. Heb jij het gezien? Dat vrouwtje. Helemaal onder het bloed. Volgens mij moet je meteen dood geweest zijn. Als je hersen zo in het rond springen. Hè? Mijn ma. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Kom op, nou op hoop, kort. Stil. Heb je dat gehoord? Wat? Ze hebben Kennedy vermoord. Dat weet ik al lang. Nee. Zijn broer. Wat? Robert Kennedy. Nee. Ja? Je belde. Ik moet je spreken. Waar?
mocht ook in ieder moment arriveren. Wat is het doelwit? Dat weet ik nog niet. Maar we moeten nu onderhandelen, want ik kan haast niet meer weten. Wat heb je te bieden? De hele Parijse cel, mocht er. Hovit heeft zijn belangrijkste assistente, Dries. En zijn Hollandse slaaf, Kevin. Ze pakken jou ook, hè, dat besef je. Ik heb nog iets. Alicia's geheime wapen. Het persoonlijke archief van de vermoorde ambassadeur. Daaruit blijkt dat die dienst van jou compleet op de hoogte is. Dat hij voor jonge meisjes hield. Dat hij daarmee gechanteerd werd door Mochter. Misschien hebben ze wel belang bij een aanslag af en toe. Hoe meer angst, hoe meer macht. Hoe kwam Alicia aan dat archief? Van de ambassadeur. Alicia was 16. Ik was toen 12. Mochter stuurde ons op hem af. We konden niet weigeren. Mochter hielp ons met alles. Zonder hem hadden we het nooit overleefd. Hij gaf ons geld, eten. En hij heeft ons Gaza uitgesmokkeld. En de ambassadeur, hij... Hij heeft ons nooit pijn gedaan. Alicia viel meer in de smaak dan ik. Of ze heeft gekopieerd, of gekregen, of gestolen, ik weet het niet. Waar heb jij het? Bel ze. En kijk hoe graag ze het willen hebben. Walter, het zusje en ik hebben iets voor je. Postcoïtaal gekopieerde computerbestanden. Dag Walter. Ik wil complete rehabilitatie voor mij en een nieuwe identiteit voor haar. In ruil voor? Een memory stick. Met de namen van tientallen mogelijke terroristen in Europa. Waaronder de hele Parijse cel. Heb je het gezien? Wat praten we dan over? We praten hier over het persoonlijk archief van de ambassadeur. Waar jullie een behoorlijk prominente rol in spelen. Zij belazert jou waar je bij staat. Wie belazert hier wie, Walter? Ik zou maar op mijn voorstel ingaan. Zij bezorgt deze informatie zo bij de media. De volgende aanslag is een kwestie van dagen. Wou je die ook door laten gaan? En gaan jullie papa en mama ook vaak op visite bij mensen? We hebben opa en oom en oma en opa in het ziekenhuis en, ja. En oom Felix. Ja, die wonen allemaal heel ver weg, hè? Ja. Dan gaan ze ook wel eens op visite bij mensen hier in de stad, in de buurt of zo. Ja, maar oom... Oom Frans, die is ook bij de politie. Ja. En verder weet ik het niet meer. Oh ja, en oom Cor. Oom Cor, wie is dat? Die woont aan de overkant. Met haar in contact? Via mij. Hoe ontmoet jij haar?
Bij haar thuis. Ze komt nu de deur niet meer uit. Oké. Jij levert mij die memory stick in ruil voor jouw rehabilitatie. Ja, en zij? Luister, zij heeft gruwelijke dingen meegemaakt. Zij is misbruikt. Ze is als kind gewoon ingeduwd en nu wil ze eruit. Net als haar zus. Ze is bereid iedereen te verraden. Jullie houden het gewoon zelf in stand. Jullie maken martelaren. Het is in jullie eigen belang dat Laila blijft leven. Want als ik dat archief niet te pakken krijg, dan staat alles de volgende dag in de krant. Oké. Wat wil je? Ze steken een mobieltje in haar bomvest om haarzelf op te kunnen blazen, mocht zij op het laatste moment afzien van het paradijs. Dan zorgen we voor een lokale storing in het mobiele netwerk. Zijn die Amerikanen goed in? Ja, dat is een veilige lijn. Pas op jezelf, maar geef me iets. Walter, het is morgen Koninginnedag. Ik dacht, misschien moeten we het nog eventjes over een paar dingen hebben, nu je een tijdje weggaat. Over de werkgroep internationale betrekkingen. En je studiepunten. Ik ben alleen, hoor. Ja, in zin. Morgen is Koninginnedag. Waar? Amsterdam? Den Haag? Het station? Utrecht? Vrijmarkt? Je hebt toch wel een idee? Daar hebben jullie toch over? Nee. Mocht dat komt pas op het laatste moment. En alleen hij en Havid weten het. Ik ben uitverkoren, maar ook dat kan op het laatste moment veranderen. Eerst pakken ze jullie op, dan pas komen de garanties voor ons en dan pas het archief. Okay. Waar heb je dat? Voor het geval er iets misgaat? Er gaat niets mis. Lara, jij loopt dadelijk met een paar kilo explosief om je lijf. En wij zorgen voor een lokale storing in het mobiele netwerk, zodat mocht er geen remote control meer heeft, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Dus als ik weet waar dat archief ligt, dan kan ik nog iets doen. Dus je komt alleen maar voor jezelf? Nee,
Ja. Stel dat jij jezelf per ongeluk opblaast. Dus je komt alleen voor jezelf? Wil zien wat je hebt? Ga je dreigen? Jij bluft. Je hebt helemaal niks. Je gaat niet zonder mij, Haron. Zorg er maar voor dat ik blijf leven. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Ik schrik me dood, jongen. Tering zoutje hier. Vieren mijn offer. Waar? Hier of ergens anders. Okay. Ik leer mijn afscheidsboodschap. En Dries maakt een video voor het internet. Tegen de ochtend krijg ik mijn bomvest aan. En dan word ik naar het doel gebracht. Ik ga niet blijven achter. Mocht er Avid en Dries gaan mee. Als we er bijna zijn, dan zeggen mocht er waar ik heen moet lopen. Dries filmt. En als ik niet durf, dan krijg ik een sms'je. Die storing in het mobiele netwerk is het allerbelangrijkste, want soms sturen ze een tweede martelaar. Als de politie en de ambulance er al zijn. Ja, een tweede, ja. Weet je ook wie dat is? Ik weet niet wie dat is. Ja. Nee, Hidde, luister, als je... Geef dit door aan Walter. Ja, natuurlijk. Goed. Ja, wegwezen. Er staan twee auto's voor de deur. Komt iemand. Anna, dan wens ik je heel veel sterkte met je moeder. Met je studiepunten komt het ook wel goed. Hafid, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ala salamtek. Lillahi alham. Man hada? Harun Nasrullah. وأخ لنا في الجهاد. تعرفه؟ احنا ما نعرفوش. يعرف مختار؟ أنا ناوية أقدمه لمختار. سيكون فرحا به إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هذه الليلة؟
violin. Jij met het? Nou, Saratan Fiteri. En die zei er honderd jaar te demon, Josab Nabi. De zaan lahun al hayatihin al haram. Maar de jacul al Koran al Karim fihada. Surat en Nisa. Bismillah ir Rahman ir Rahim. والتي يأتنا فحجتي من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فامسكونهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وأشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله العظيم صدق الله العظيم كيف يمكن لمؤمن أن يتزوج بامرأة كهذه؟ المحبة المحبة هي هدية الله للبشر أو أكيد كان أبوك متساهل ما هو أصله؟ لبناني كان طبيبا في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين وأنت؟ ماذا تعمل؟ أستاذ زميعي ما هي مادتك؟ علاقات دولية لماذا لم تخبرينا بهذا؟ أنا أريد تقديمه للمختار هو يساند القضية لا تتاخذي قراراتك بنفسك فتشه انتظر هنا أنا راجع ايش تلين انا لوان تعال هو أيضا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مختار كيف تسعيد الحمد لله ازاي الله يسلمك عامله ايه الحمد لله الحمد لله لا تعطي للخوف مكانا يا استاذ نصر الله المنظر له جلاله عاجلا سيكون لك نصيب من هذه الجلاله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا تكريم لي بسم الله الرحمن الرحيم لقد حلمت طول عمري بهذا اليوم بهذا العمل الجليل أكرم أبي وأخوي حسن وخالد وأكرم أيضا أمي لأنها ضحت بأولادها للانتقام من العدو الصهيوني وعملائها الأمريكان إني في غاية الاشتياق إلى تلك اللحظة لحظة الإحساس برضا الله علي وابتسامة الشهادة على شفتي أتمنى أن أكون مثلا لكل مسلم ومسلمة في أنحاء العالم ليتخذوا طريق الجهاد
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن النصر لنا النصر لنا النصر لنا. دائما عند حسن الظن. ما شاء الله عليك. Dit is echt niet de sleutel van het paradijs. We zijn niet achterlijk, hoor. Dit was de sleutel van mijn vaders huis in Palestina, waar hij in 67 uit verjaagd is. Hij droeg hem altijd om zijn hals, voor als hij ooit terug zou keren. Na zijn dood heeft Galit hem gekregen. We gaan hieruit komen. Ze weten waar we zijn. Towards Times Square. Thank you.
Everything is under control. We willen alleen met je praten. We willen je helpen. Heb je de memory stick? Geleden ontvingen wij de afscheidsboodschap van de tweede terrorist. De tweede terrorist die zich op Koninginnedag op wilde blazen, maar door een speciale eenheid is gearresteerd. Omdat er mogelijk verbanden zijn met eerdere aanslagen, hebben de Verenigde Staten om zijn uitlevering gevraagd. لكن المجاهدين تحت راية العدالة سوف يشيلون حركة الزعماء العار سوف يسرقون النوم من عيون المواطنين الغرب سوف يبذون بذور الخوف في قلوبهم لأن الغربيين يعملون لدنياهم فإما الشهيد فهو يعمل لآخرته النصر لنا النصر لنا النصر لنا